Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en dus de hoogste tijd voor een gloednieuwe Sloep & Tender videoblog. En vandaag gaan we het over een primeur hebben, letterlijk en figuurlijk, de primeur 620. Een nieuwe tender in boten- en sloepenland. De primeur 620 heeft als groot voordeel, net als bijna alle primeurs, dat ze een groot zwempateau hebben. En dat is erg fijn als je van zwemmen houdt. En ook voor het in- en uitstappen van de boot is het een groot pluspunt. En zeker in combinatie met deze twee opstappen kan je gemakkelijk aan boord komen als bijvoorbeeld de boot met de kont in de haven ligt. Wat ik altijd een heel groot voordeel vind aan boten is dat ze een zonnedek hebben. Want daar kan je heerlijk op liggen en het is zo'n gaaf plekje als het lekker weer is en je hierop kan zonnen. En het heeft nog een voordeel. Zo'n bunkussen dat isoleert ook gelijk het geluid weg van de motor. Want de motor bevindt zich onder mij. In de motorbun en die ga ik jullie nu laten zien. Hier bevindt zich de motorbun en hier kunnen motoren in tot maar liefst 60 pk. En zo'n motorbun heeft een aantal voordelen. Het grootste voordeel is dat je de motor niet ziet. Nou, dat zorgt ervoor dat je ook minder kans hebt op diefstal van je motor. Het isoleert natuurlijk ook heel veel geluid weg. En normaal is het stukje lengte van de motor is verloren op de lengte van je boot, want je doet er niks mee. Omdat hij nu eigenlijk in de lengte van de boot zit en je er dus een zonnedek bovenop kan maken, is er in één keer weer nuttige ruimte en dat is ook een voordeel. Sommige botenkenners van jullie die zullen dit console wel herkennen, want het is het console uit de Primeur 710. En dit vind ik echt een van de mooiste consoles die er bestaat, want hij is zo mooi vormgegeven. En het grote voordeel aan het console is dat hij, ondanks dat hij veel plaats biedt aan de meters, heeft hij toch heel veel ruimte eromheen. En deze heeft ook een beugel rondom het console, dat is weliswaar een optie. Maar dat is erg handig als je een boot hebt met een snelle motor, want dan kan je goed aan vasthouden als je wat harder vaart. Want veel mensen hebben altijd de neiging om te gaan staan als een boot hard vaart, om je op die manier beter vast te kunnen houden. Primeur heeft altijd van die mooie slimmigheidjes aan boord. Zo hebben ze bij de Primeur 620 aan beide kanten een coolbox gemaakt. En die zijn best wel groot, dus er kunnen best wel wat petflessen in, of wat bier of wat wijn. En we kunnen hem helemaal geïsoleerd leveren, of tenminste standaard is er één bak geïsoleerd. Maar we kunnen er ook een condensatorplaat in zetten, zodat hij helemaal gekoeld is en gekoeld blijft. Ook opbergruimte heeft deze boot genoeg. Want aan de voorzijde heb je maar liefst drie opbergvakken. Onder elke bank bevindt zich een klep met een groot opbergvak. En het voordeel van deze opbergvakken is dat ze aan de binnenkant een binnenbak hebben, waardoor je spullen echt droog blijven. Nou, zo'n bak heb je aan de linker en de rechterzijde. En aan de voorzijde heb je een bak met ook een klep aan de voorkant. En hier kan dus een chemisch toilet worden geplaatst. Wat ook een voordeel is bij de Primeur 620 is dat ze beschikken over een split level vloer. En dat zijn eigenlijk twee vloerdelen. Dus je hebt er één achterin die ligt wat hoger en voorin is die wat lager. En stel dat er dus mensen voorin zitten, kan ik daar goed overheen kijken. De bekleding in de Primeur kan je ook zelf naar smaak helemaal uitkiezen. Hier zit bijvoorbeeld diamant in. En diamant is een kunststofmateriaal wat ademt. Dus het is makkelijk schoon te houden en het plakt niet als je zweet. En dit is ook gewatteerde bekleding. En gewatteerde bekleding houdt in dat je die ruitjesmotief hebt overal in de boot. En dat geeft hem net een wat luxere uitstraling. De Primeur 620 is 6,20 meter lang en 2,37 meter breed. Dus je hebt een hoop ruimte aan boord. En wat ook een voordeel is van een relatief brede boot, is dat die stabiel is. Want hoe breder een boot is, hoe stabieler die is. En omdat Primeur ook gebruik maakt van een skeg, dat is een soort smalle schaats onder een boot, snijdt die erg goed door het water. Dus de vaareigenschappen van de Primeur 620 zijn echt onwijs goed. Ook de kleur kan je kiezen van een primeur. Deze heeft bijvoorbeeld een zwarte en een witte binnenkant, maar je kan ook een kleur kiezen die zowel binnen als buiten hetzelfde is. Of een andere kleur console. Kortom, het is allemaal mogelijk. Dit was de Sloep & Tender videoblog van deze vrijdag. Volgende week vrijdag zijn we weer terug met een gloednieuwe Sloep & Tender videoblog. We hopen dat je het leuk vond en tot volgende week.